Hoi, Evita is 7 maart 2022 geboren. En in deze reeks filmpjes laten we jullie zien hoe Evita uitgroeit tot een mooie jonge dame. In ons filmpje Ontmoet baby alpaca Evita vertelt eigenares Samara over Amber en de geboorte van haar dochter Evita. Je kan het filmpje terugzien op het kanaal van de Alpaca Rescue. Evita heeft nog steeds haar wintervacht. Het is al bijna zomer en het wordt steeds warmer. Het wordt tijd dat Evita geschoren wordt en een lekker zomers kapsel krijgt. Evita gaat samen met haar moeder Amber de hal in, waar de mensen van de Alpaca Rescue klaarstaan om Evita te scheren. Bij de Alpaca Rescue is er een speciale scheertafel. Evita is nog klein en relatief licht. Lieke laat even haar spierballen zien en tilt Evita op en zet haar op de scheertafel. De pootjes van Evita worden vastgemaakt zodat ze niet te veel gaat spartelen en daardoor niet gewond raakt tijdens het scheren. Moeder Amber houdt goed in de gaten wat er met haar kleine Evita gebeurt. Irene vertroetelt Evita terwijl ze op de tafel ligt. Het scheren kan beginnen. Even volhouden nog, Evita. Mara laat Amber de bosse wol zien die al van Evita zijn gekomen met scheren. Amber gaat er even goed aan snuffelen en er zit vervolgens een heleboel losse plukjes wol aan haar snuit. Amber, er zit nog wat aan je neus. Het zit er nog steeds. Amber? Laat het maar. Evita wordt tot in de puntjes verzorgd. Ze moet er uiteindelijk picobello uitzien als ze weer de wei in gaat. Het zit er weer op. Evita wordt losgemaakt en ze wordt van de tafel gehaald. Alleen nog even melk drinken bij mama. En uit de fles. En dan weer naar buiten. Als je meer details wilt zien hoe het scheren van een alpaca wordt uitgevoerd, kijk dan eens naar het filmpje over het scheren van Julia. Vind je dit filmpje leuk? Geef ons dan een duimpje alsjeblieft. Kijk voor meer leuke filmpjes over de alpaca's op dit kanaal van Alpaca Rescue. Bedankt voor het kijken. Doei!